Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik zit even op mijn game setup. Misschien voor mensen die mij niet volgen op Twitch en alleen op YouTube of TikTok of Instagram, komt dit een beetje, wow, wat is dit nou, fancy achtergrond over. Dit is dus waar ik altijd zit te gamen. En vandaag heb ik een video voor jullie. De tweede trimester gaan we het over hebben. Op het moment van opnemen ben ik 29 weken zwanger en ze is heel erg aan het porren. Dus als ik af en toe zo doe, dat komt omdat zij lekker aan het porren is. Ik had een vraagsticker op Instagram geplaatst en gevraagd of jullie vragen hadden over het tweede trimester. En die ga ik dus nu beantwoorden. Over het algemeen vond ik het tweede trimester heel chill, weinig klachten, heel veel energie, heel vrolijk. Heel gelukkig heb ik me gevoeld tijdens het tweede trimester. Dus dat is eigenlijk wel mijn samenvatting van het tweede trimester. Maar laten we beginnen met de eerste vraag. Oh, die is van Laurien en die vraagt: hoe voelde jij je in je tweede trimester? Nou ja, dus heel goed. Ik was natuurlijk tot en met week 16 misselijk. Dus dat valt nog 4 weken in mijn tweede trimester. Dus die eerste weken waren nog eventjes. Ja, dat ik bang was dat ik mijn hele zwangerschap misselijk zou zijn. Maar uiteindelijk ging dat dus na week 16 over. Toen was de misselijkheid weg. Toen had ik helaas in week 17 een buikgriep. Waardoor het weer allemaal overnieuw begon. Het misselijk zijn, het overgeven. Maar dat had niks met mijn zwangerschap te maken. Misschien dat het iets zwaarder was omdat ik zwanger was. Maar vervolgens hebben we natuurlijk de gender reveal gehad. De 20 weken echo. Nou, allemaal momenten ja, waar alles gewoon goed was. En natuurlijk dat ik dan ook met mijn familie, van mij en van Nikki, mocht vieren de zwangerschap. Dat was dan in de vorm van de gender. Maar het had helemaal geen donder uitgemaakt of het een jongetje of een meisje zou worden. Of die taart roze of blauw was. Maar het was wel een heel mooi moment dat we samen even vierden deze zwangerschap. En dat vond ik heel leuk. En vanaf dat moment heb ik echt superveel genoten ook van mijn zwangerschap. Ik ben begonnen, vanaf dat moment voelde ik er ook schoppen. En dat is de laatste weken, misschien valt dat al net in het derde trimester misschien, is ze meer gaan draaien en porren. Dat vind ik ook wel bijzonder, maar dat is iets minder leuk dan die schopjes. Die schopjes zijn echt cute, weet je wel. Maar nu krijg ik echt harde duwen of ineens, want ze wordt natuurlijk veel groter. Maar nee, in het tweede trimester was alles nog eigenlijk koek en ei. Wat doe je nu met sporten? Is de vraag van Noah van de Ven. Dus PT, tennis. Nou, ik ben op 22 weken gestopt met tennissen. Tennis is niet de beste sport die je kan doen tijdens de zwangerschap. Je gewrichten en je bekkenbodem en zo. Je spieren, of ik weet niet precies. Ik ben geen fysiotherapeut. Maar dat wordt allemaal wat weker. En is veel blessuregevoeliger. Nu ben ik hypermobiel, waardoor dat allemaal al een beetje weker is. En dan wordt het nu nog weker, waardoor het gewoon best wel gevaarlijk is om te gaan tennissen. Niet gevaarlijk zozeer voor de baby of zo, maar wel gevaarlijk voor mij, omdat ik gewoon een grotere kans heb op blessures. Dus heb ik besloten toen om na 22 weken, ik voelde me nog top. Ik kon echt nog wel langer doortennissen, maar ik dacht. Geen blessures voor mij. Ik wil deze zwangerschap zo lang mogelijk fit doorbrengen. Zonder klachten. Dus ik dacht, nu is het moment om te stoppen. De competitie was voorbij. Ik had geen toernooien meer. En dat was het. Voor tennissen. En ik ben wel blij met die beslissing. Nu is het ook heel slecht weer. Ik ben wel een beetje een mooi weer tennisser. Dus dat is niet zo erg. Met personal training. Daar ga ik wel wat verder. Wat langer door. Eigenlijk zou ik het liefst willen tot wel 40 weken. Hoewel dat misschien bij 40 weken niet meer zo aan te raden is. Maar voorbeelden bij de sportschool die zijn tot 37 weken doorgegaan. Dus dan mag ik nog 2 maandjes lekker doorgaan. Met personal training is het natuurlijk zo dat je gewoon heel erg gecontroleerd kan trainen. Je kunt zelf je gewichten aanpassen. Dus het zijn niet van die reactiebewegingen zoals je die met tennis maakt. En ik wil gewoon zo fit mogelijk die bevalling in. En dat is ook het doel voor mij geweest om überhaupt te blijven sporten tijdens het, bij het
tijdens deze zwangerschap. Fit die bevalling, daar heb ik alleen maar profijt van. En hopelijk daarna ook, dat ik ook weer snel fit terug ben. Dus ik ga het krachttrainen ga ik zo lang mogelijk doen, zolang het kan. En dat doe ik dus nu iedere week een uur. En ik probeer heel veel te wandelen, maar dat schiet er wel eens bij in met dit slechte weer, moet ik zeggen. Hoe vond je het toen je de kleine voor het eerst voelde skoppen, is een vraag van Shani. Nou, dat vond ik echt heel bijzonder. Het was ook het moment dat ik wist dat het een meisje was. Dus ik voelde het vanaf 19,5 week ongeveer. Dus het was ook, het voelde gewoon zo realistisch op dat moment. Voor die tijd, je weet dat je zwanger bent, je krijgt al een beetje een buikje, maar je voelt niks en je denkt, er groeit iets, maar ik voel niks. En dan op een gegeven moment, dan voel je het en dan weet je ook nog dat het een kleine meid is die aan het schoppen is. Ik vond het zo bijzonder en leuk. Dus dat was echt een heel bijzonder moment. Ik weet niet of ik het eerste moment echt ik kan het niet echt herinneren van, oh, dit was het eerste schopje. Het was gewoon geleidelijk of zo een beetje gegaan. Wat vond jij het grootste verschil tussen eerste en tweede trimester? Vraagt Thijs. Die misselijkheid. Eerste trimester vond ik, moet je ook heel erg wennen aan het idee. Wennen dat je lichaam aan het veranderen gaat. Ik was kotsmisselijk, dus ik had echt veel klachten. En het tweede trimester was eigenlijk gewoon een soort van, oh, wat is het leuk. Dus ja, het is een wereld van verschil. Maar het grootste verschil is denk ik wel de klachten. Ja, en die misselijkheid in het eerste trimester. Toen dacht ik echt, waarom doen mensen dit twee? Waarom zijn nemen mensen twee kinderen? Als je door dit gaat, waarom zou je dat nog een keer doen? En in het tweede trimester dacht ik, oh, maar dit, nu snap ik waar iedereen het over heeft. Over dat, oh, geweldig voelen en bijzonder voelen. En ik ben mijn lichaam ook, dat veranderen van mijn lichaam accepteer je ook meer. Het uitkijken naar de bevalling komt ook meer. Wat heel gek is, want dat blijft natuurlijk best wel iets engs en pijnlijks. Maar toch komt er een soort van interesse en nieuwsgierigheid naar die bevalling. Dus eigenlijk is dat het grootste verschil tussen de eerste en de tweede. Eerste trimester is angst, klachten, misselijkheid, vermoeidheid, hormonen. Hoewel, daar heb je ook wel last van in het tweede trimester. Hoewel ik toch bij het tweede trimester meer het gevoel heb dat ik positieve effecten van hormonen voel. Dus dat gelukkige gevoel. En in het eerste trimester was ik echt een kreng. Oké, wat vond je het lastigste aan dit trimester? Vraagt Nick. Het lastigste aan dit trimester? Moet ik eigenlijk even denken. Ik vond eigenlijk niet zo heel veel lastig. In het derde trimester, dan gaat alles weer veranderen hoor. Dat merk ik nu al. Maar in het tweede trimester, ik denk het stoppen met tennissen. Dat je lichaam, voel je gewoon dat die aan het veranderen is. En dat je niet meer zo fit bent als je gewend bent. Dat je echt een stapje terug moet doen. Dat vind ik het lastigste. En dat begint in het tweede trimester wel echt. In het eerste trimester heb je ook wel dingen dat je niet meer kan. Maar ja, dan is het nog niet zo erg. Maar in het tweede trimester dan begint die buik ook te groeien. En dan, ja, nee, dat vond ik wel het lastigste. En Tessa vraagt nog als laatste vraag. Heb je ook rare eetcombinaties? Ik weet niet of je bij het andere had. Ja, bij het eerste trimester had ik dat verandert ook wel een beetje. Ik heb geen gekke eetcombinaties, denk ik. Niet gekker dan het normaal. Ik kan me heugen dat ik in het tweede trimester heel erg vet eten ook in het begin wilde. Dat was meer door die misselijkheid. Ik wilde alleen maar frietjes en McDonald's eten. En pasta wil ik heel veel eten in het eerste trimester. En het tweede trimester, ja, het is een beetje aan het begin van mijn tweede trimester, lijkt dan nog op het eerste trimester. En aan het einde van het tweede trimester wilde ik toch wel gezonder eten. Wat heel lastig is, want ik zat natuurlijk in december maand met allemaal lekkerigheden. Met allemaal lekkernijen. Dus snoep is wel echt iets waar ik niet van af kan blijven. Dus dat is wel iets dat ik denk, oh, blijf er nou af, is het niet goed voor je baby en je buik als je zo wel aan het snoepen bent. Maar het is gewoon een guilty pleasure
ieder snoep is goed. En ik ben ook wel wat aangekomen. Misschien vind ik dat wel het lastigste van dit trimester. Ik ben echt al over de 10 kilo aangekomen. Dus ik hou mijn hart vast voor over 10 weken. En dan ben ik misschien nog wel 10 kilo zwaarder. Dus ik vraag me ook af of je het een beetje aan mij kan zien of ik al een dikkere kop heb gekregen of niet. Ik kan het zelf niet zo goed zien, omdat ik mezelf iedere dag zie. Maar geen gekke eetgewoontes verder. Niet dat ik me kan. Gewoon veel eten. Dat is het, ja. Veel eten. Normaal kon Nicky altijd mijn restjes opeten of zo. Maar ik laat geen restjes meer over. Ik eet alles op. Wat voor mij heel bijzonder is. Want ik zit altijd vol. En nu dus niet. Dus ik probeer nu in ieder geval gezond te eten als het mogelijk is. En dat waren de vragen die jullie hebben gesteld over het tweede trimester. Ik heb zelf niet echt dingen dat ik nog mis hieraan. Ik heb gewoon in het tweede trimester heel erg genoten van mijn zwangerschap. En het derde trimester, ja, daar kan ik al een klein beetje over delen. Ik zit natuurlijk al een paar weken in het derde trimester. En ja, ik merk wel dat nu komen de klachten weer een beetje terug. Niet van misselijk zijn, maar wel, het is allemaal wat meer onhandig en zwaarder. En het kost meer energie. En je hebt minder energie. Dus dat komt allemaal in de derde trimester video. Maar die houden jullie van mij te goed. Voor nu, als ik jullie niet meer spreek, een fijne jaarwisseling. Of misschien upload ik dit in het nieuwe jaar. Dan gelukkig nieuwjaar. En dan zie ik jullie graag bij een volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei!